Ja, je krijgt ook dingen cadeau. Dingen die je van tevoren niet bedacht hebt. En die er dan toch heel anders uitzien als je je blaadje omdraait. Ik heb hier dus mijn atelier en af en toe, als het bordje open staat, kun je bij mij terecht om te kijken of om een kaart te kopen. Of nou ja, gewoon zomaar kijken is ook goed. Je voelt je toch een voyeur. Je probeert achter iemands blik te zoeken wat voor iemand het is. En dat weet je nooit. Daar kom je nooit achter. Want je hebt een heel scala van vooroordelen, interpretaties, dingen die je vroeger gezien, gelezen hebt. Dat raak je niet kwijt. Dus elk portret dat gemaakt wordt, is ook een portret van degene die het maakt. Ik heb bij Rietveld Academie gedaan, vrije grafiek. Ja, ik begon daarna toch wel ook te schilderen, want dat deed ik als kind al. Ik hou ook erg van kleur. Maar ik ben, denk ik, toch wel echt een lijnpersoon. Een monoprint is voor een heel groot deel een toevalstechniek. Je resultaat is altijd in spiegelbeeld. En dat kan soms heel erg frustrerend zijn, maar ook bevrijdend, want dan moet je daar weer wat mee doen. En het leukste hiervan vind ik dat als je een fout maakt, dat je dan gewoon overnieuw moet beginnen. Je kan er op een dag wel 20 maken. En als er dan 2 gelukt zijn, dan ben je blij.